smooth act. Dit is hip-hop in je smooth act. Smooth act! Zo, echte hip-hop in je smooth. Echte hip-hop in je smooth. Nou, Kane, a.k.a. Red Light Boogie. Dat is de naam natuurlijk van de artiest. Van het album gaat droppen. Dirty Money Clean Hands, dat is de title. Er staan producties op van Scram Jones, Final Frontiers, Braddock, Black Mozart en Manifest Beats. En het album kaart dieptegang aan. Wijsheid, kennis, levenservaring. En het is all about gewoon realiteit en oprechtheid. Ik moet het goed begrijpen, ik zei het hiervoor ook al. Ik ben een zakenman. En als ik gewoon x aantal bedrag investeer om een album tot stand te laten komen, dan wil ik natuurlijk wel op zijn minst mijn break-even point bereiken. En ik ben er niet van overtuigd dat ik dat kan bereiken door middel van mijn album als eerst en alleen in Nederland te releasen. Vandaar dat ik ervoor kies om naar een plek toe te gaan waar ik daar meer vertrouwen in heb. En werk met compagnons die er ook vertrouwen in hebben. En mijn afzetmarkt is dan groter. En ik wil gewoon graag wat mijn generatie altijd ook heeft gewild om daar naartoe te gaan en terug te komen met een succesverhaal. Dat is mijn streven. Of ik dat zal behalen, dat weet God alleen. En dat zal de tijd uitwijzen. Maar dat is echt mijn streven. Now enough, nigga, the most official style! Holla! Oh, wow. Wow. Oké, okay, Black Crow. Dat is kijk, ik sta best wel bekend, weet je, om mijn uitspraken en om het feit dat ik geen sorry zeg voor hetgeen wat ik denk of voel wanneer ik het uit. En dat is één zo'n track eigenlijk. Het weerspiegelt mijn ontevredenheid naar onloyale zogenaamde vrienden. En ik heb een politieke mening over de generatie die afstand van de Tweede Wereldoorlog. Ik heb een wereldpolitieke mening weer in mijn derde verse over zeg maar hoe men na de slavernij is omgegaan met het volk. Weet je. En het zijn best wel pittige uitspraken die gemaakt worden. Listen. Sometimes at night, silence around me, you talk to me. Closing my eyes as I'm feeling pain walking to me. Embrace me with memories I thought I dealt with. Doves hear my heart cry, but I can help it. Ja, iedereen is bezig om te rappen over walk it out. En weet je, throw your bottles in the air. En dat soort zaken. En er worden weinig serieuze issues aangekaart. Dat vind ik zonde, man. Daarom skip ik ook heel vaak, weet je, met andere rap dudes hun cd's. Ik skip het vaak, omdat ik heb het allemaal al gehoord. Je zegt het alleen anders, maar het komt op hetzelfde neer. Weet je, en daarom kan ik bijvoorbeeld rappers zoals Talib Kweli en Common Sense heel erg waarderen. Hun kaart de zaken aan. En als je dan af en toe een beetje gek gaat doen, dan kan ik dat wel incasseren. Snap je? Dan wil ik het van je pikken. Maar blijf gewoon wel gefocust, man. Blijf real, weet je. Want het lauwe is dat er gewoon wel heel veel kids tegen dit soort mensen opkijken. Dus je hebt eigenlijk een hele grote verantwoordelijkheid. En mensen vergeten hun verantwoordelijkheid vaak. En dan gaan ze heel op shit lopen brabbelen. Wat uiteindelijk zich een weg vindt op de markt. En waardoor ze succesvol worden. Zonder eigenlijk erbij stil te staan. Wat ze eigenlijk wel niet teweeg brengen bij de jeugd. Ik was laatst met mijn tweede zoon naar een nieuwe school gegaan. Want zijn moeder is gaan emigreren naar Suriname. En hij woont nu bij mij. En ik moest een nieuwe school voor hem gaan zoeken. En die leraar die vraagt gewoon aan die maatkees van mij. En wat wil je laten worden, Kane, als je groot wordt? Hij zegt, een rapper. En ik keek hem aan en kon wel een drum smoel geven, maar niet maatkees. Weet je, maar dat is hoe hij dus rondloopt. Weet je, en... Dus ik kijk gewoon naar mijn eigen situatie. Dat ik gewoon zie dat die zoontjes van mij zwaar tegen me opkijken. En die ook allemaal gaan voor die hummen en voor die chickies en zo'n zaken meer. En ik probeer ze eigenlijk heel anders te schoolen, weet je. Omdat dat geen toekomst heeft. Dat is gewoon tijdelijk. Weet je. En ik
ben natuurlijk ook bezig met mezelf ontwikkelen natuurlijk, ter alle tijden. En ik ga straks een mbo afmaken, want ik heb mijn school eigenlijk nooit afgemaakt. En doordat ik dat eigenlijk heb gedaan, die stap heb genomen, heb ik wel dat die oudste zoon een beetje van naar me kijkt van, papa gaat gewoon weer naar school, man. En dan nemen hun het op de een of andere manier ook gewoon weer serieus, weet je. Dus het heeft gewoon wel een goede impact gehad op hun. Zowel als voor onze toekomst als gezin, als familie, weet je. Mentally boxing my biggest fears, fighting my tears that's been hiding for years. Humble my rage like I'm under stainless oath, but pain is growth, Cain is both. Listen, most homies appreciate jack shit. Check my resume, I'm so done with that shit. Always hands out on too many expectations without understanding my patience and value my vision, my knowledge, my money and friendship. All they do is take advantage, twist and bend shit. The hell with felony, it's me and my family made a melody. Your life carry me till they bury me. Ja, dat heeft met zoveel zaken te maken dat als ik daar uitleg over moet geven, dan vandaar die zucht, weet je. Ik word er zo moe van. Maar het is gewoon het hele systeem hier. Ik bedoel, je kan niet iets groot maken waar je niet voor open staat en waar je niet in kan komen. En er zijn gewoon bepaalde key players in deze game die er duidelijk niet genoeg open voor staan om het tot een succes te laten bloeien. Er is geen enkele platenmaatschappij geweest in Nederland ooit die talent zag. Het was Postman of Eli zelfs. En die gewoon gezegd van luister, ik zou wel even bellen met het hoofdkantoor in Amerika. En ik sta erop dat jij gewoon daaruit komt, want je hebt internationale potentie. Dat is hier toch nooit gebeurd, jongen. Die power hebben ze niet eens. Die wetenschap, die kennis, hoe ze dat moeten realiseren of tot stand brengen, hebben ze ook niet. Ik heb het al een keer eerder gezegd. Ik zeg vaak dingen natuurlijk. Ik moet blijven herhalen, weet je, want ik wil gewoon dat mensen het snappen. Is dat, zeg maar, de platenmaatschappijen hier in Nederland, zowel als in Europa, dat zijn gewoon filialen van de hoofdkantoren en moederbedrijven in de States. En hun delen daar de laten zijn. En ze zeggen gewoon van luister, dit is een promopakketje, dit moet je aan promoten. Zorg maar dat het gedraaid wordt. Hier heb je mijn posters aan het op je kantoortje. En probeer het maar te pluggen en al. Weet je? Nou, wat blijft er ruimte en tijd over dan voor artiesten van eigen bodem? Er is geen tijd voor, er is geen budget voor. Dan heb je van die mensen die, weet je, hun eigen Bengal Boys dingetjes gaan opzetten omdat ze een beetje in het systeempje zitten en niet weten dan hoe ze het moeten pluggen. Waar het dus nooit niet een yo-yo WhatsApp doet. Weet je? Dus ja. Het grappige is dat, weet je, hip-hop is nog steeds een van de meest verkochte muzieksoorten. En hier in Europa weet men nog steeds niet hoe je dat moet marketen. En branden, is jammer, raar. Ze pluggen het wel. Dan zou je denken dat na loop van jaren je eindelijk wel eens een keertje gaat beseffen, weet je, hoe je die kubussen in elkaar moet zetten. Zodat alle kleurtjes op de juiste plek zitten. Maar ze zitten nog steeds te klungelen. Ik heb humor, weet je, in die... I'm having fun with it, weet je, als ik Nederlandstalige shit doe, weet je. Ik had toen een joint en die is nooit uitgekomen. Hoe is ze van, wie is die kerel? Zeg ik, is die nikker in die caddy met die velgen die draaien alsof hij vliegen wil. En het is gewoon Amsterdamse humor, je weet toch? Ja, Amsterdamse humor. Hey, zoveel chicks om me heen, ik kom dik tekort. Niet eens sick, maar mijn soldaat schop je rib kapot. Snap je? Het zijn... Voor mij is dat logisch, ja. Weet je, en ik kan niet zo tegen die mannetjes die... Ik weet het niet, man, wat zeg je eigenlijk, man? Ja. Nou, emigreren zou ik nooit niet doen, weet je, vanwege muzieksituatie. Emigreren zou ik eerder doen ook gewoon van het systeem waar ik heel erg ontevreden mee ben hier in Nederland. Onder andere de flitspalen, het belastingssysteem, deurwaardersbeleid. Die gewoon berekeningen maken en mensen taxeren en renteverhogingen geven waarvan jij denkt van ja, hoe kom je hierbij? En ze flikken het gewoon en ze komen er ook nog mee weg. Ook nog. Eigenlijk weet je wat je moet vragen van Cain, je bent al aan het ademen sinds geboorte, hoe komt het dat jij nog ademt? Dat is dezelfde vergelijking. Begrijp ik bedoel? Omdat dit is wat ik ben, dit is wat ik doe. Begrijp ik bedoel? Ik probeer niet in iemand anders zijn huid of in ieder anders zijn hoofd te komen of in iemand anders zijn hart. Dit is wie ik ben. Dit is wie wij zijn. Dus wij doen ja, waar we geboren voor zijn en wat een natuurlijke beweging is binnen onze gemeenschap. En het is er helemaal gaan uitbloeien, weet je, tot over de hele wereld.
Weet je, het zal me niet verbazen als straks een dope Eskimo komt die de doopste lyricist gaat worden of zo. Je weet toch, van de century. Het zou best eens kunnen. Maar ik bedoel, de gemeenschap heeft heel veel mensen geïnspireerd, weet je. Okay. Thank God I have a good wife that cleans and cooks. Love to listen to my 16s and hooks. And when push comes to shove and things get ugly, she stay confident, hold me down lovely. Never co-sign the enemy or snitch to him. Never discuss rumors, let alone listen to him. She from the hood, don't play with her. My stash, my Glock, all my secrets are safe with her. So sincere, honest, and peace. Same vibe that reflect on our seeds. And she never been this calm ever since I showed her the ropes, path, and beauty of the Islam. So compassionate, patient, and loyal. Never insecure, that's not her, she royal. She always thinking of Kane. Besides mom, she the strongest link in my chain. Ik heb veel gesprekken met bepaalde artiesten. Van, ik weet niet of ze het zouden, maar, nou, ze zouden het wel waarderen, maar voor mijn eigen gevoel wil ik niemand kleineren. Je weet toch, om mensen nu uit te leggen van dat ik bepaalde people's cool. Weet je, dus dat hou ik maar gewoon voor mezelf. Maar er zijn bepaalde mensen die ik wel echt gewoon, je weet toch, adviseer op best wel een pittig niveau. En ik laat ze toch wel bepaalde dingen inzien op grond van ervaringen en kennis die ik heb opgebouwd in de loop der jaren. Maar in de toekomst zou ik, denk ik, niet willen functioneren als een of andere dude of zo, een soort van adviesbureau of zo, weet je, voor MC's. Maar ik zie me wel een grote rol spelen in een managementbureau of zo. Weet je wat ik bedoel? Coördineren. Dat zie ik wel doen. Maar dan ook maar tijdelijk, want ik heb natuurlijk ook andere ambities los van muziek. Ik ben een ambitieuze dude, man. Ik zeg het 20.000 keer en ik blijf het zeggen. Dus ik kan niet vast blijven zitten aan één ding. Weet je, je moet goed begrijpen, alles is een groeiproces. De Kane die je nu hoort op een album, weet je, die klinkt heel anders dan de tracks die jullie ooit van tevoren hebben gehoord. Weet je, ik ben natuurlijk als persoon ook heel erg gegroeid. En ik vind het gewoon belangrijk dat je de luisteraar gewoon meeneemt in dat groeiproces ook. En daarom vind ik het aan de ene kant jammer dat de straat zo aan me heb getrokken, dat ik die focus niet genoeg had. Je weet gewoon eerder al een album te droppen. Maar dan hadden mensen heel erg duidelijk een groeiproces kunnen zien. Een groeiende lijn gewoon, weet je. In, niet alleen in de sound, maar ook in de mentaliteit. Want ik ben altijd wel oprecht naar mezelf, of ik nou goed of slecht bezig ben. Ik ben altijd eerlijk. Dat is ook een van die dingen wat ik jammer vind van bepaalde rapartiesten uit de States, man. Je weet, ik bedoel, Mobb Deep, man. Die motherfuckers blijven maar hetzelfde klinken. Worden ze niet moe van hunzelf, man. Je weet toch, steeds maar met hun poppen dit en poppen dat. Weet je, en dan vind je het gek dat je een keertje een paar stomp op je smoel krijgt, man. Ah, eens een keertje op met die gun talk, man, P. Je leidt een heel ander leven nu. Je weet wat ik bedoel? Wees gewoon oprecht en eerlijk en leg ons gewoon nu uit hoe jij nu leeft, vriend. Je weet toch? 50, man, die motherfucker zit op bijna 400 miljoen fucking dollar. Wat de fuck lult hij nog van, ja, shut your blood clot mouth en ik pop je. En je bek, man, vriend. Leer je gemeenschap, je weet toch, hoe ze op een level kunnen komen zakelijk, weet je. Want mensen kijken naar jou en jij houdt ze eigenlijk dom. Want je hebt zo'n grote verantwoordelijkheid. Je weet toch, people is really looking at you like, wow, deze dude heb het echt gemaakt. Nou, ga ze dan niet, weet je, door de vernieling insturen, weet je, maar geef ze iets positiefs mee, waar ze echt iets mee kunnen. In plaats van een deuntje op je telefoon met PRMP en dat soort zaken. Je weet wat ik bedoel, het is leuk voor de business, weet je, okay, je hebt je money gemaakt, hoeveel geld wil je nog meer maken? Je weet wat ik bedoel, om mensen, je weet toch, stommiteiten te verkopen. Wanneer ga je nou eens een keertje die zakelijke businessman die je bent, je weet wat ik bedoel, tonen aan je publiek. Van kijk, luister jongens, dit is hoe je dingen moet doen. Weet je? Ja. En natuurlijk mijn boys hier, man, in hiphop, in je smoel.nl, man. Deze dudes zijn er al een tijdje en ze kwamen tegelijkertijd een beetje op, voor mijn gevoel, in die tijd van artikel 12. En sinds die tijd check ik die boys eigenlijk al een beetje onder sneak. Je weet toch? Dus keep doing your thing, man. Hiphop in je smoel.nl, G. En als je die begrijpt, kom maar naar mij. Dan geef ik een paar pompen op je smoel.nl. Yeah? Alright, man. Easy. Woep!